vandaag zaterdag 25 juni. Het is 10:55. Ik geef vandaag mijn verjaardagsfeestje voor de klas samen met mijn beste vriendin Eline. Mij leek het al heel erg leuk om vandaag te gaan vloggen. Dus ben je nou benieuwd hoe mijn dag eraan toe gaat als ik een feestje geef? Blijf dan vooral liefdelig meekijken. Oké, het is dus nu 10:55. Ik ben net pas beneden. Ik heb gewoon lekker lang uitgeslapen en Netflix gekeken. En nu ga ik even wat lekkers voor mezelf maken. Ik heb zin iets in fruitachtig, dus ik ga gewoon even kijken wat we hebben. Ik kan niet liegen en jij weet dat ook. Het lijkt of we leeg zijn, maar ik voel nog stroom. Ik wil niet verliezen, want er is nog hoop. Ik dans in de regen en jij kan dat ook. Kunnen wij weer samen? En als drinken heb ik nog even wat Optimaal gepakt. Dat vind ik ook echt super lekker. Ik heb ook even een Snapchat op mijn vrouw gezet. Jullie kunnen me allemaal volgen. Oh. Onder de naam Beauty Dress. Dus doe dat zeker. Nou, een meisje op Snapchat genaamd Luus. Zij vroeg of ik haar naam in een video wilde zeggen. Dus vandaar je naam. Kijk. En ik vind je ook super aardig en super lief dat je altijd reageert onder de comments en dat je me snapt. Dat vind ik super leuk, want ik reageer op al jullie snaps en ik doe soms ook al gewoon een praatje en zo met jullie. Dat vind ik ook super leuk om te doen. Dus Luus, heel erg bedankt. Sorry als ik je naam verkeerd uitspreek. Je hebt een super leuke naam en ja, ik deed dus je naam in de video. Nou, het is nu 11:30. Ik heb mijn eten op. Ik ga nou naar boven, want ik ga even douchen. Nou, dus ik ga nu naar boven even douchen. En daarna ga ik naar de winkel. Ik moet namelijk nog lekker eten halen. Nou, het is 11:45. Ik ben helemaal gedoucht. Mijn haren zijn wel nog nat, maar ik ga nu gewoon naar de winkel. Ik ga even laten zien wat ik aan heb. Nou, mijn bomberjack die komt van de Bershka. Mijn shirtje komt van de Pull&Bear. Dit shirt draag ik trouwens vanavond niet. Maar ik moet mijn shirtje nog even halen bij mijn moeder. En mijn broek die komt van de Only. Maar hij is zeg maar half enkel, dus hij hoort helemaal niet zo lang te komen. En ik heb mijn Nike's aan. Nou guys, ik ben terug van de winkel en dit is wat ik gekocht heb. De eerste zijn deze dropfruit duo's. Die vind ik altijd wel lekker. Nou, deze die vind ik ook gewoon heel erg lekker. Oké, dit zijn dus gewoon de chocolate variant. Want ja, zelf lust ik niet echt met nootjes of zo. En ja, ik vind dan chocolade zelf wel het lekkerst. En ik denk de meeste kinderen ook wel. Dus ik heb deze genomen. En dit is zeg maar de grootste variant bij ons in de Jumbo. Om het natuurlijk nog een beetje gezond te houden, heb ik nog worteltjes gekocht. Want ja, het is altijd wel lekker, denk ik. En ook een komkommer. Dat is ook altijd wel heel erg lekker. En als laatste heb ik nog 2 van deze pakken met roze koeken. Het zijn er in totaal 12. Omdat er volgens mij maar 10 kinderen ongeveer komen. En ja, dan nog 2 voor Eline en mij. Dus die heb ik ook gekocht. Eline die doet namelijk de chips. En zij neemt ook nog donuts en van die lekkere zoutstaafjes. Maar die laat ik straks wel zien bij ons feestje. De bestemming daar. En het drinken en zo, dat is op de bestemming zelf al. En daar zit, we hebben gewoon iced tea, cola, Fanta, HA, weet je wel, van dat soort drinken. Dus ja, dit is goed wat ik gekocht heb. Ik weet niet of ik nou te veel of te weinig heb gekocht. Maar het is nu 10:50. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik nou moet gaan doen. Sarah weet het ook niet. Sarah denkt echt, ga weg met je camera. Oké, ik denk dat ik de tv aan ga zetten en gewoon een beetje ga chillen. En ja, dat ik dan rond 6 uur of zo daar naartoe ga. Ik heb geen idee, maar ik heb er in ieder geval echt super veel zin in. Nou, ik ben net klaar met MTV Catfish kijken. Ik vind het super leuk om te zien Catfish. En nu ga ik met Eline facetimen. Lego. Komt in de vlog. Huh? Oh, dat vind ze niet leuk. Oké, nou ik ga dus nu met Eline facetimen. Nou mensen, ik ben weer aan het facetimen met Eline. Ik ben nu op de kamer van mijn zus. Daar heb ik nou een betere wifi. En ik ga alvast beginnen met het stylen van mijn haren. Want anders heb ik er denk ik niet zoveel tijd voor. En het is nu 4 uur. Dus ik heb nog tijd genoeg. Ik gebruik daarvoor dus mijn steltang, een haarborstel en de Andrilon
Get the Volume Fun Spray. Maar ik denk als ik daar ben, dat ik nog wel een keer even snel mijn haar overstel. Maar dat ik nu ook alvast het grote deel ga doen. Want ik denk echt niet dat het anders handig is. Maar ik denk dat ik trouwens even naar de badkamer ga. Want daar heb ik een grote spiegel. Jongens, ik ben hier in de badkamer, zoals je wel kan zien. En ik ga alvast beginnen met het stylen van mijn haar. Want ik denk dat ik er anders genoeg tijd voor heb als ik het in een uur moet doen. Want ik moet ook mijn make-up doen. En we moeten alle hapjes nog klaarmaken en zetten. En de hele hal, zeg maar, nog verschieren. Dus in een uur hebben we daar niet genoeg tijd voor. Dus ik ga alvast beginnen met mijn haar stijlen. Het is trouwens nu 4 uur. Dus ik heb nog 2-3 uur of zo om mijn haar te stijlen. Dus dat moet wel genoeg zijn. Dus oké. Laten we gaan beginnen. Ik zet eerst even een leuk muziekje op. Ik moet even mijn telefoon aan de lader. Ik zoek geen probleem, maar niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent safe bij mij. Dit is do or die. Ik zoek geen probleem, maar niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt is verleden tijd. Nou, ik heb mijn haar een beetje proberen te stijlen. Het is nog niet helemaal stijl. Nou, mensen, hier is Eline. Hoi. En wij zijn nou ballonnen aan het ophangen, maar ze blijven totaal niet plakken. Plakkantjes. Oh, kijk, hier hebben we allemaal ballonnen. Heel leuk, jongens. Zo. En hier. En we moeten echt heel snel zijn, want het is al 7:10. En ze komen over een half uur. En ik heb mijn make-up nog niet gedaan. Ik moet mijn haar nog stijlen en zo. En ik had het al een beetje gedaan, maar het is alweer helemaal ervan. Ik moet de hapjes nog klaarmaken. Ik moet alles nog doen. Ja. Het is ook heel leuk natuurlijk. Zo. Woehoe. En dan komen we hier. En ik ga nu eerst mijn make-up doen, hè, Eline? Oké, ga mee. Neem je de hele tas mee. Ja, een plakband. De versiering vaak of Lindsay daar dadelijk. Kijk of je mee kunt doen. Nou, ik heb mijn make-up dus nog helemaal niet gedaan. Maar blijkbaar heeft Eline dus helemaal geen make-up mee. Jongen, waarschijnlijk. Nou, Eline, gebruik mijn Ariana Grande. Nou, spuit het op, Eline. Maar dadelijk laat ik hem vallen. Ja, dan, dat zien we wel. What? Oh my god, je hebt het gewoon gebruikt. Nou, dit is mijn look. Zeg wat ik aan heb. Nou, mijn baby shirt, die komt van de Poelenbeer. En dan mijn broek van de Overly en mijn schoenen van Nike. En mijn haar heb ik gewoon zo. Dus ik heb al zin in. We gaan nu even de snacks klaarmaken, hè, Eline? Ja, de snacks, lego. Nou, hallo. Ja, nou, dit zijn je eerste bezoekers. Ga je wat dom hier staan. Oké, nou, dat is Caroline en dat is Caitlin. Ja, andersom. Ja, cool. Nou, dankjewel. En ja. Monies. Oh, wow. Nou, dankjewel. Oh, ja. Dankjewel, vind ik heel aardig. Nou. Jullie weten, ben ik een doeltje altijd. Ja, dankjewel. Oh, dit is Els. Ja. Met die bloemen. Daar is Pleun en daar is Imke. En hier zijn de hut mee nog. En we hebben hier links. Ja. Dat is zo saai. We gaan nou weg. Doe. Ja, en dan komen er dadelijk nog meer, ja. Denk ik. Ja, Julienne. Karma is a bitch. Nou, hallo Julienne. Ik ben de van de buurt. Oké. Okay. Oh, skirt. Nou. Eline, je bent zo sprakeloos. Hou je weg. Dit is niet leuk. Ze wel cute. Ja, heel cute. Dankjewel. Dankjewel. Oh ja. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Je wordt de grootste hit op YouTube. Nee, grapje. Zijn ze echt nu gewoon niet nat geworden door de klas? Nee. Je. Ik voel er nog niks van. Ik voel er nog niks van. Je moet wel de hele tijd lachen. Ik weet niet of je er allemaal gefilmd. Laat kijken. Jullie gaan oprotten. Het is hier helemaal nat, jongens. Het heeft geregend in Brabant. Zoals wanneer dan niet. Oh, vette dab, bitch. One night stand. Gelopen, wees me dankbaar, Peter, dat je mij niet kent. Ben real met je, real met je. Ben real, ben real met je. Dan gaan we even genieten.
Oh. Ja, dat is echt zo. Ik ga ze beginnen. De volgende dag, ik ben alweer bij mijn moeder en ik wil de vlog gaan afsluiten. Ik vond het echt een super geslaagde dag. Ik vond het gisteren echt super leuk. Ik vond het gewoon echt heel erg gezellig en ik vond het ook heel erg leuk dat de kinderen die kwamen, dat ze kwamen en dat ze ook gewoon heel erg leuk meededen en zo. We gingen voetballen. We hebben vooral veel voetbal gedaan, maar dat vind ik ook gewoon heel erg leuk om te doen. We hebben lekker gekletst, foto's gemaakt en ik hoop natuurlijk dat jullie deze vlog leuk vonden. Als het wat vond, dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk ook even op mijn kanaal. Dat kan hieronder op de abonneerbutton. Laat ook zeker even een leuke, lieve reactie achter hier onder in de comments met wat jullie van deze video vonden. En dan zie ik jullie hopelijk gauw weer in de volgende video. Doei!